oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Het ziekenhuis schat de schade op ten minste 1 miljoen gulden. Gevechten in de Zuid-Libanese stad Nabatieh hebben waarschijnlijk aan 15 mensen het leven gekost. Vast staat dat 10 Sjiïtische betogers en 5 Israëlische soldaten zijn omgekomen. Het was vandaag een religieuze feestdag voor de Sjiïten, het Ashura-feest, maar het is niet duidelijk of dat de reden was dat een grote groep Sjiïten optrok naar een Israëlische post. Er ontstond eerst een gevecht waarbij met stenen werd gegooid, maar later werden ook vuurwapens gebruikt. De Sjiïten hadden spandoeken waarop de Ayatollah Khomeini werd geëerd en anderen met anti-Israëlische leuzen. De Amerikaanse president Reagan heeft besloten om Robert McFarlane te benoemen als zijn nationale veiligheidsadviseur. McFarlane is momenteel Reagans bemiddelaar in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Libanon. Hij wordt de opvolger van William Clark, die minister van Binnenlandse Zaken wordt. In Pretoria in Zuid-Afrika is gisteren het grootste militaire defilé gehouden sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het was een defilé ter ere van Paul Kruger, de eerste president van Zuid-Afrika. In een kolonne van 2 kilometer lengte toonden de strijdkrachten hun wapens. Uit een reportage van de Zuid-Afrikaanse televisie nu enkele flitsen. Tegenovergestelde richting, die voorbijvlag. Vooraan die paradebevelvoerder, brigadier Arno Kombrink, hoofd van die MIT. Die contingentbevelvoerders is ook reeds voorbij. En nou die jeugd, die toekomst. Dat schenk af van Hamiltonstraat. Westelijke blok. Achter hulle die gemechaniseerde kolonne met vooraan 10 motorfietsen, veldfietsen van het SAB's beredencentrum bij Potchefstroom. Achter ook een 155 mm loop met een trekwijdte van ongeveer 30 kilometer. Het sterkste aandacht trokken deze raketwerpers die Zuid-Afrika veel gebruikt in acties tegen de in Angola gelegerde verzetsgroepen. Een defilé van een strijdmacht speciaal uitgerust voor snelle, bewegelijke oorlogvoering. Het nieuwsoverzicht nu. Er is toenadering gezocht, maar niet gevonden, dit weekende in Wenen, waar de Russische en de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gromyko en Genscher in totaal 11 uur met elkaar hebben gesproken over de euroraketten. De standpunten van Oost en West bleven lijnrecht tegenover elkaar staan, zodat een laatste kans verkeken lijkt te zijn op een doorbraak bij het rakettenoverleg in Genève. Genscher zei vanmiddag dat het nog niet zeker is of de Sovjet-Unie dat overleg afbreekt als de plaatsing van de raketten begint. Mein Eindruck ist, dass die Sowjetunion zu dieser Frage im Augenblick in ernsthaften Erwägungen ist, noch keine Entscheidung getroffen hat. Und ich möchte auch davor warnen, Prognosen anzustellen, in welche Richtung diese Entscheidung gehen wird. De zware storm die vandaag ook België geeselde, heeft de hoogste Belgische zendmast geveld. Dat betekende dat Midden-België vanavond alleen naar het eerste tv-net van de BRT kon kijken. De 315 meter hoge mast bezweek vanmiddag rond 1 uur door een sterke rukwind. Hoe dat kon gebeuren is nog volstrekt onduidelijk. De mast is zo gebouwd dat hij 2 maal de hoogste windsnelheid ooit in België gemeten moest kunnen opvangen. De mast stond in Waver, ten zuiden van Brussel. De ravage was enorm. De schade wordt op minstens 10 miljoen gulden geschat. 5 gewonden en veel materiële schade, dat is in ons land de balans van de felle storm dit weekende. Honderden bomen begaven het onder het geweld van windkracht 9 of 10. Vooral in Brabant ging het tekeer. Deze inwoner van Tilburg moest toezien hoe een omwaaiende boom zijn geparkeerde auto in schroot veranderde. Er vielen ook bomen op rijdende auto's en zelfs op de cabine van een rijdende trein, waardoor de machinist gewond raakte. De brandweer moest veelvuldig in actie komen om wegen vrij te maken waar bomen op waren gevallen. Sport, voetbal, de uitslagen van de wedstrijden van dit weekende in de Ere en de Eerste Divisie. De Eredivisie, Willem II SC Utrecht 0-2, PEC Zwolle DS79 3-2, Helmond Sport Excelsior 1-2, Fortuna Sittard Roda JC 1-1, Volendam Sparta 3-2, Feyenoord PSV 1-1, Haarlem AZ67 2-2, FC Groningen Go Ahead Eagles 2-0
en FC Den Bosch tegen Ajax 3-0. De eerste divisie Eindhoven MVV 1-3, NAC Wageningen 4-1, RBC Veendam 3-0, Vitesse Telstar 3-1, NEC Cambuur 1-3, FC Twente De Graafschap 2-2 en Heerenveen FC Den Haag 1-1. Tot slot, de weersverwachting van het KNMI geldig tot morgenavond. Wisselend bewolkt en buien, sommige met hagel of onweer. Minimumtemperatuur ongeveer 7 graden, middagtemperatuur rond 12 graden. Zuidwestelijke wind, aan de kust en op het IJsselmeer nog geruime tijd met stormkracht, in het binnenland krachtig tot hard, morgen in de loop van de dag wat afnemend. Dan zijn de weersvooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag, eerst wisselvallig, later rustiger weer en meer zon. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Einde van dit journaal. Dames en heren, goedenavond.